Lang zul je leven in de gloria! Als je echt een broedplek voor beginnend talent in de dance. Dan zouden we heel veel mensen gelukkig verder kunnen helpen. En dat hopen we de komende 5 jaar nog te gaan doen ook. Heeft het voor jou nog iets speciaals meegebracht? Heeft het jou verder geholpen? Of heeft het je eigenlijk alleen maar achteruit gehaald en onderuit gehaald? Nee, Twisted was een mooie opstapplek. Met een vaste avond, met heel veel leuke DJ's. Iedereen kunnen uitnodigen die ik in het begin wou uitnodigen. En ik heb het alleen maar leuk gehad. Wil je nog iets zeggen tegen de komende 5 jaar Twisted? Ik hoop nog meer Twisted. Misschien iets groter, beter geluid. En nu zitten jullie alweer in seizoen 3, geloof ik, van, of 4 alweer van de DJ Contest met sponsoring. Vertel eens, hoe is dat gegaan? De contest is nu in de 4e cyclus, bijna afgelopen, al bijna klaar. We gaan zo direct aan de 5e cyclus beginnen. Dat is 12 maanden lang. En iedere maand hebben we 7 contestdagen. Daar kan ook iedereen zich voor inschrijven, ongeacht stijl en dergelijke. Dus ook bij deze een oproep voor jong talent. Stuur een demo op naar Twisted. Dat kan je allemaal vinden op twisted.nl. De wedstrijd zelf is een goede methode, vinden wij, om, en het is ook gebleken, om jongens... Ja, beetje te filteren en uiteindelijk kom je toch wel tot de betere die blijven over aan het eind van het jaar. Het zijn 160 DJ's die meedoen, dus vanzelf vanuit het concept, dus dragend op die manier, kom je gewoon tot een aantal winnaars. Die staan in de grote finale, in de Paradiso hebben we tot nu toe altijd gedaan en ze gaan door het land toeren. Wat zie jij graag in een DJ? Wat ik graag in een DJ zie? Ja, een allround DJ, dat is belangrijk vind ik. Je moet een beetje starability hebben natuurlijk, je uitstraling is ook belangrijk, het is een totaalplaatje. Het is ook echt niet dat alle techniek is niet altijd alles. En daar suggereren we ook vaak op in de DJ contest dat je gewoon ballen hebt, even laten zien wat je eigen stijl is. Dicht bij jezelf blijven, dan doe je het best. Oké, je had het net over toekomst. Wat brengt de komende 5 jaar, denk je? De komende 5 jaar? Nou, we zijn op dit moment Twisted een beetje aan het uitbouwen met een tour. We toeren naar allemaal locaties in Nederland. Club Rembrandt, Mes in Breda. We zijn aan het praten met een hoop andere partijen ook. Veelal ook poppodia en nou, toch een gerenommeerde plek in Nederland. Daar willen we dus on tour met de winnaars van de DJ-competitie. DJ's die geleerd zijn aan Twisted. Noem het eventjes een Billy Ness die bijvoorbeeld 1 keer in 2 maanden draait. Maar ook dus een Wouter de Moor of Vincenzo de Boel die eerder jaren hebben gewonnen. Jamie Lee Acqui en Wouter de Moor staan ook op Awakenings. Dus onze eerste winnaars van de DJ-competitie brengen het nu ook echt naar de grootste parties. Nou, ik denk dat we daarmee een belangrijk concept van Twisted toch al bewezen hebben. Wat is nou jouw ideaal? Als je over 5 jaar denkt van nou, als ik dit voor elkaar heb en die DJ's in 1 line heb staan, dan mag ik sterven. DJ's, nou, ik, als alle Twisted hosts, en noem ik even Carlos Valdez, Sandrine, Raymond Hollander en Tim Nieburg, die het bijvoorbeeld naar de Elf hebben gebracht via ons. En Carlos Valdez, Sandrine, die dan daar bij Framed hun eigen avondje nu ook hebben. Onder leiding dus van Carlos, die heeft daar zijn hele circus. Nog veel meer talenten, dat ze allemaal een eigen avond hebben. Als ik al die jongens op een festival op een podium kan zetten en dat we dan al uitverkopen met op onze eigen kracht, dat lijkt me heel mooi. Dat gewoon, eigenlijk dat we gewoon de scene opbreken met nieuwe jongens, nieuwe meisjes. En vooral veel meer meisjes achter de deks.